Ook ik zou mijn inbreng willen beginnen met een welgemeend woord van beterschap aan onze gewaardeerde collega Pieter Omtzigt. Ik hoop dat hij voldoende rust neemt en weer helemaal opknapt. Voorzitter, het is iedere keer opnieuw een groot voorrecht voor mij om hier in de Tweede Kamer bij de Algemene Politieke Beschouwingen het woord te mogen voeren. Ik sta hier nu voor de 21ste keer als fractievoorzitter bij dit belangrijkste debat van het jaar. Eerst van de groep Wilders en daarna van de Partij voor de Vrijheid. En ik ben oprecht ontzettend dankbaar dat ik hier al die tijd mag staan. Dankbaar aan mijn fractie, vol geweldige mensen namens wie ik mag spreken. Dankbaar aan de kiezers die ons in goede en in slechte tijden, na verkiezingsoverwinningen, maar ook na verkiezingsnederlagen, altijd trouw zijn gebleven. Maar voorzitter, ik ben ook dankbaar dat ik nog leef. Want het is dit jaar, over een paar weken, precies 20 jaar geleden, dat ik mijn vrijheid kwijtraakte en samen met mijn vrouw door zwaar bewapende politieagenten plotsklaps uit mijn huis in Venlo werd gehaald omdat de Hofstadgroep mij wilde vermoorden. En ik heb mijn woning in Venlo daarna nooit meer teruggezien. Ik ben net 61 jaar geworden, maar vanaf mijn 41ste heb ik in een kazerne, een gevangenis, een politiebureau en een safehouse gewoond omdat er mensen zijn die me willen vermoorden. Vanwege mijn kritiek op de islam. Omdat er imams zijn die fatwa's over me hebben uitgesproken waarin wordt opgeroepen met de doden. En ik ben, voorzitter, mijn persoonlijke gevoel van vrijheid inmiddels totaal kwijt. Na 20 jaar weet ik oprecht niet meer hoe het is en hoe het voelt om te kunnen gaan staan en gaan wanneer je wil, waar je wil, met wie je wil en zonder dat daar ook beveiligers bij zijn. Dat is soms, zeg ik u eerlijk, om gek van te worden. En we weten inmiddels ook dat er heel veel anderen zijn, waaronder een aantal collega-politici hier in deze zaal, maar ook journalisten, wetenschappers, bestuurders, leden van de rechterlijke macht, die worden bedreigd en een aantal daarvan die ook beveiligd moeten worden en onvrij zijn. En ik heb heel veel respect voor al die mensen en ik leef intens met hun en hun gezinnen mee. En ik zou hier vandaag, voorzitter, en ik weet zeker dat ik dat eigenlijk namens al die mensen doe, een woord van oprechte en eigenlijk ook onbegrensde dankbaarheid willen uitspreken aan al die helden van de politie, van de DKDB, van Defensie, van de diensten als de NCTV en de AIVD, omdat zij jarenlang, iedere dag opnieuw en vaak met gevaar voor hun eigen leven en op de meest professionele wijze voor onze veiligheid en beveiliging zorgen. Dank jullie wel. Dirk Timmermans. Voorzitter Geert Wilders raakt mij in het hart. Wij kennen elkaar sinds 1998. Toen hij VVD-Kamerlid was en in alle vrijheid zich kon bewegen, hebben we samen gereisd, samen gelachen, samen veel dingen meegemaakt. Er zijn waarschijnlijk in dit huis geen twee mensen die politiek verder van elkaar afstaan dan Geert Wilders en ik. Maar ik spreek de oprechte hoop uit dat de dag weer komt dat we samen in vrijheid, zonder beveiliging, zonder bescherming, ergens een biertje kunnen gaan drinken. Voorzitter, via u zeer veel dank aan de heer Timmermans en ik waardeer zijn oprechte woorden en ik hoop dat dat ook weer ooit zal kunnen. Maar, voorzitter, was mijn volgende zin geweest. Waarschijnlijk wordt dat voor mij lastig, want helaas verjaren fatwa's niet. Maar mijn grootste drijfveer om hier te staan en ook te blijven staan is ervoor te zorgen dat met alles wat ik in me heb, dat Nederlanders niet ook hun vrijheid kwijtraken. En die vrijheid die staat onder druk, op alle mogelijke manieren. De vrijheid om met je gezin veilig te kunnen wonen, veilig te kunnen winkelen op koopavond. Je dochter veilig op de fiets of in de tram naar school te laten gaan. Je moeder of oma met de kleinkinderen veilig boodschappen te laten doen. De vrijheid om veilig over straat te lopen zonder te worden opgejaagd, uitgescholden, beroofd of mishandeld. Het is allemaal niet meer vanzelfsprekend. En ik ben er ontzettend trots op dat de PVV nu meeregeert. Dat er maatregelen zullen worden genomen om het tij eindelijk te keren. We gaan, is mijn overtuiging, echt dingen doen voor Nederland met deze coalitie. We hebben een akkoord gesloten vol met maatregelen waar Nederland beter van wordt. En dat laten we nu ook zien. Minister Van Azili heeft al besloten om te stoppen met het financieren van illegaliteit. We gaan onze grenzen beter controleren. Op ieder terrein zijn er hele positieve punten in het hoofdlijnenakkoord en in het regeerprogramma waar ik gewoon ontzettend trots op ben. En blij om ben
om daar mede verantwoordelijkheid voor te dragen. En vandaag, voorzitter, schrijft het kabinet ook geschiedenis. Voor het eerst sinds de Nederlandse toetreding tot de Europese Unie in 1958 laat het kabinet aan de Europese Commissie weten dat Nederland een opt-out-clausule voor het Europese asiel- en migratiebeleid wil. Een soort van een mini-nexit. En dat is historisch. Het zal waarschijnlijk heel lang duren, want er moet eerst een verdragswijziging zijn, dan moet je unanimiteit hebben, ik weet het allemaal, maar toch is dit een teken van dat er een nieuwe wind waait door Nederland. En dat, voorzitter, die nieuwe wind is hard nodig. Want door die massale instroom van migranten en asielzoekers de afgelopen decennia is het er op veel plekken in Nederland niet veel beter op geworden. Integendeel, mensen herkennen zich vaak niet meer in hun eigen straat, in hun eigen wijk, in hun eigen stad. Ze voelen zich vaak vreemden in hun eigen land. Hun cultuur, hun identiteit, hun vrijheid en hun veiligheid staat onder grote druk. De heer Eertmans. Voorzitter, dat zijn woorden die ik herken van de heer Wilders, maar ook uit het regeerakkoord, het uitvoeringsprogramma. Wat ik niet herken zijn eigenlijk de woorden van minister van Asiel, mevrouw Faber. Die voet bij stuk houdt als ik haar vraag van joh, zouden we die spreidingswet, die wet die gemeente verplicht om vanaf 1 januari asielzoekers op te vangen, om die van tafel te halen. Zegt ze nee, dat gaan we wel doen, maar dat gebeurt pas bij de asielcrisiswet. De heer Wilders tweet op 14 januari, we moeten gemeenten nooit dwingen asielzoekers te accommoderen. Nederland is vol weg met die wet. En op 27 januari, dwang in de diepvries. Ik hoop dat het lukt, zodat nieuwe verkiezingen niet nodig zijn. Voorzitter, momenteel heeft Zuid-Holland voor 1 november de taak om 20.000 asielzoekers te huisvesten. Dat is een gedwongen afspraak uit die spreidingswet. Dat moet voor 1 januari gerealiseerd zijn. Is het niet, dan zal de minister tot dwang overgaan. Dat is wat de spreidingswet vraagt. Mijn simpele vraag is, als ik morgen hier een motie indien dat gemeenten nooit mogen worden gedwongen tot asiel, opvang, doet de heer Wilders daaraan mee? Nou, ik ben het dan wel met u eens, maar ik zeg u dan ook dat ik mij aan mijn afspraken hou. En de afspraken die we in deze coalitie hebben gemaakt is dat wij, u zegt het zelf al, eerst beginnen met het koninklijk besluit om die noodtoestand in het leven te roepen. Dan te komen met een voorbereidingswet en algemene maatregelen van bestuur. En daarna dat we komen, ook zo snel mogelijk wat mij betreft, volgens mij liefst ook nog dit jaar, met de asielcrisiswet, waarvan ook onderdeel is wat u noemt. Dus dat is de volgorde die we hebben afgesproken. Daar hou ik mij aan. Je moet geven en nemen in onderhandelingen. Maar hoe eerder, hoe beter. En zolang die wet er is, zoals iedere wet, dat zal ook de heer Eertmans met me eens zijn, houden we ons aan de wet. Ja, politiek is geven en nemen. Ik weet het als geen ander. Dat is ook besturen van een land. Maar dit zijn wel de kernpunten natuurlijk van een stevig asielbeleid, dat je daarvoor niet gemeentes gaat dwingen die dat niet willen. En mijn vraag is, wanneer komt het koninklijk besluit? Want de tijd dringt, voorzitter. De tijd dringt heel simpel. 1 november is de deadline. Dan zullen op het bordje van de minister de voorstellen komen van de regietafels uit de provincies. Daar zit een verdeling tussen. En we weten heel simpel, niet iedereen zit erop te wachten. Zeker. Sterker nog, die fair share die wordt gevraagd, geëist van het vorige kabinet, gaat gewoon niet gebeuren. De gemeentes willen het niet. Die zitten ons ook te mailen van ja, 21, alsjeblieft, hou dat tegen. Want er kan wel een streng beleid worden afgekondigd. Maar als er nu gemeentes worden gedwongen, dan zitten we met gebakken peren. Kortom, de tijd dringt. En wanneer komt het koninklijk besluit van de minister? Ja, ik maak zelf geen koninklijk besluit. Ik zit ook niet in het kabinet. Dus die vraag moet u aan het kabinet stellen. Ik weet zeker dat de heer Schoof daar een goed antwoord op heeft. Ik heb hem ergens horen zeggen, ik weet niet of hij dat was of de minister van Asiel, dat ze daar de komende weken mee aan de slag gaan. Dus dat zal binnenkort zijn. En nogmaals, waar ik kan, zal ik mijn best doen om het te bespoedigen. Want ik ben het met u eens. Je moet zo snel mogelijk die procedure in gang zetten. Niet alleen maar om te komen tot de fase van de asielcrisiswet, waarin je die wet, die vreselijke spreidingswet, kan intrekken. Maar ook omdat we gewoon niet kunnen wachten met de crisis waar we in zitten, om zo snel mogelijk strenge maatregelen af te kondigen, zodat de instroom vermindert. Want dat is natuurlijk nog het allerbeste. Dweilen met de kraan open moet soms. Maar het beste is als de kraan dicht gaat. In ieder geval zoveel mogelijk dicht gaat. En dat moeten we nu snel gaan doen. Ik ben het met u eens, dus meneer Eertmans. Alleen ja, ik ben ook een beetje afhankelijk van de snelheid van het kabinet. Maar men weet, het is niet voor niets een crisiswet, dat dat beter gisteren dan vandaag kan gebeuren. Oké, één vraag. Voorzitter, sluit de heer Wilders uit dat een PVV-minister van Asiel
gemeentes gaat dwingen tot asielopvang. Ik kan niet uitsluiten dat een PVV-minister zich aan de wet houdt zolang die nog geldt.